Ik sta hier bij Kenny Loagie. Kenny, je bent zo net gebust. Teleurgesteld of toch nog blij met jouw mooie prestatie, toch wel? Toch vrij teleurgesteld natuurlijk. Tenzij je echt een toernooi wint, is het altijd een teleurstelling. En zeker zo dicht bij de final table. Ja. Het is jammer. Absoluut. Hoe ben je eruit gegaan? Ik had een heel slechte tafel. Ik begon wel met ongeveer average stack. Maar door twee short stacks links van mij ben ik snel afgeblind. En toen had ik nog maar 20 big blinds. Zeg ik, sorry, 13 big blinds. En ik ga al in van de cut-off met koning boer. En ik word gecalled door twee boeren. En er kwam geen hulp. Ja. Het is toch wel een van jouw grootste cash tot nu toe. Je hebt, ik denk, toch een 10-10 live toernooi gespeeld. En toch wel de derde keer nu dat je casht. Ja, op een 10 toernooien, 3 keer cashen is op zich wel een oké prestatie. Maar je wacht natuurlijk op die ene keer dat je echt diep gaat. Het is binnenkort BPS Blankenberg in september. Jouw hometown is ook Blankenberg. Zien we jou dan daar terug spelen? Ja, sowieso. Dus daar gaan we zeker een home game spelen. En die gaan we winnen natuurlijk. Oké, super. Dankjewel, Kenny.